Goedemiddag, mijn naam is Robert Blokzijl van de firma Meneer Kooi. En ik wil jullie graag uitleggen hoe je het beste kunt werken met de lift met e-sense aandrijving. Een lift met aandrijving werkt net even iets anders. Dat betekent dat als ik de lift opstap, dat ik de lift duwbeugel niet mag aanraken. Dat betekent dus de handbediening inschakelen op deze manier. Handen van de duwbeugel afblijven. Ik hoor het wiel dat hij dus centraliseert. En ik zie op een gegeven moment hier een groen lampje. Dan heb ik de lift goed opgestart. Doe ik dat niet, ik zal het laten zien. En ik hou de duwbeugel vast. En ik stap hem op. En ik hou de duwbeugel vast. Dan zie ik dat hij dus niet groen wordt. Komt hij er dus niet doorheen. Dus belangrijk bij het opstarten van een lift met e-sense. Dat ik dus de handen van de duwbeugel afhoud. Wanneer ik de lift opstart. Ander ding wat belangrijk is, is de noodstop. De noodstop zit bovenop de lift. Eigenlijk moet ik die nood gebruiken. Wat soms gebeurt is dat de noodstop ingedrukt staat. Dan gaat ook alles knipperen van de handbediening. Als ik dan de noodstop eraf haal, door één keer een afslag te draaien, dan blijft alles nog steeds knipperen. Waarom? Omdat ik nog één keer moet bevestigen via de handbediening en de aan-uitknop dat de noodstop eraf is. Als ik dat doe, is die weer klaar voor gebruik en kan ik weer aan het werk. Belangrijk bij het duwen van een lift met e-sense aandrijving is dat als ik hier in het midden van de duwbeugel beetpak, dan weet de lift heel goed dat ik rechtuit moet rijden. Ik kan ook hier op de hoek een beetpakken, maar als ik dan iets sterker ben, links of rechts, dan zal de lift daarop gaan reageren door dus naar links of naar rechts te gaan. Daardoor kan het soms voor sommige mensen heel lastig zijn om de lift op deze manier rechtuit te besturen. De tip is dan, kies het middendeel van deze stang, duw daarop, dan gaat die altijd mooi rechtuit. Wil ik een zijwaartse beweging maken in een kleine ruimte, dan ga ik de zijkant van deze stang gebruiken. Omdat als ik hier zijwaarts trek, gaat het wiel hieronder een kwartslag draaien. En kan ik dus, als ik hier een steunpunt zoek, de lift heel makkelijk om zijn as draaien. En dan kan ik dus de kleinste draaizin van maken die ik wil. Wil ik niet naast de lift gaan staan, dan kan ik ook achter de lift staan. Maar wil ik dan een kleine beweging naar rechts of naar links maken, is het belangrijk om eerst in een rechte lijn de lift een klein stukje te bewegen. En daarna de lift te sturen naar de hoek waar je naartoe wilt. Dus eerst in een rechte lijn een klein stukje voorwaarts of achterwaarts, dat maakt niet uit. En dan stuur de lijn naartoe. Dan heeft de lift wat vaart en gaat hij dus heel makkelijk naar de hoek waar je moet zijn. Als laatste nog even een tip voor het gebruik van het juk. Als ik het juk gebruik, kan ik dat gelijktijdig doen met de hoog-laagbeweging. Dat is vooral heel makkelijk als je iemand uit bed haalt. Dan staat het juk vaak in de lichtstand. Ga ik dan omhoog, dan kan ik ondertussen het juk op iets in een kantelstand zetten, de zitstand. Niet helemaal, want als ik hem dus half tussen licht en zit stop, dan heeft de cliënt zowel ondersteuning van het rugdeel als het gedeelte wat dus van de tilband onder de benen doorgaat. Dat is voor het comfort het allerprettigste. En op het moment dat ik een rolstoel heb die ik dus kan kantelen, kantel ik de rolstoel, zet ik dit juk ongeveer in dezelfde hoek, misschien dat hij nog ietsjes schuiner moet, maar dan heb ik dus de meeste comfort bij de cliënt als ik de cliënt in de stoel zet. Dit is in notendop even de korte aanwijzingen voor het werken met deze lift.